Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Het is al 10 uur, dus ik kom terug van het werk. Ik heb vanmorgen niet zo heel veel vlog, behalve dat één stukje van mijn klok. Ik ben eventjes naar mijn kamer gekomen om wat boekhouding te doen. Boekhouding! Check! Nu ga ik eerst mijn lasagne af of herkennen en dan ga ik misschien nog een beetje verder doen. Ik ben in de winkel en voordat ik naar hier kwam, kreeg ik een mailtje van het IMO-kantoor om te vragen of dat ze hier deze week een plakkaat mogen komen hangen om de huur te zetten. En nu komt het zo wel echt dichterbij, op het einde van de winkel. Vreemd. Dat het iets is die zo een tijd in mijn hoofd zit en dan nu is het bekend en ja, alles zo vlug. Ik zal wel denken op mijn planning vandaag, dus we'll see hoe ver dat we gaan. Ik voel me niet altijd even productief in de winkel. Ik ga de vaderdagpakketjes ontmantelen en daarna ga ik de pakketjes voor de juf en de meester fotograferen zodat deze op mijn website kunnen. Dan ga ik ook de vaderdagcadeautjes van de website zwieren. Maar ik denk dat ik de scheerkit er sowieso ga laten opstaan bij de giftsets, maar dan met een paar kleine veranderingen. Wel echt was ik aan het dromen dat ik geen werk ging vinden als freelancer en dan ik dus ben nu even hopeloos aan het mensen aan het aanspreken die ik ken of dat ze eventueel jobs voor mij vinden voordat ik ja, ik ben ook sowieso bezig met mijn website maken en zo daarvoor, maar even paniek. Ja, hoort bij het leven zeker. In augustus is een van de grootste dingen waar ik mee aan de slag wil gaan, is het opbouwen van mijn concentratie. Want sinds ik mijn winkel heb, is mijn concentratievermogen echt zo hard gedaald. Omdat ik nooit echt in een taak kan zitten, snap je? Dat er altijd een bel kan gaan. Dus dat ga ik echt terug, dat wil ik echt terug opbouwen. En dan doe ik meestal mijn Study With Me video's. Over concentratieproblemen gesproken. Camera weer focussen. En ja, niet alleen mijn vlogcamera vertoont problemen, ook mijn reflexcamera. Ik heb de Canon 750D en het probleem zit er dus in dat de zoeker, hier in de zoeker, zit er een stip. En die stip zit op zo'n irritante plaats dat heel mijn camera uit elkaar moet gehaald worden om die stip daaruit te halen. Dus een stofje en die kan er dus enkel uit als heel mijn camera uit elkaar wordt gehaald. Gelukkig is het stofje niet te zien op foto's. Het is alleen super irritant voor mij als de fotograaf. Maar gelukkig is hij dus niet te zien op beeld. Ik word er trouwens een klein beetje onnozel van de vele reacties. Als het lukt zeker niet, ja, is Ieper er wel klaar voor? Ja, ik denk niet dat Ieper er wel klaar voor is. Zou Ieper er wel klaar voor zijn? Ik denk, ja, daar. Maar ik ben gewoon niet de persoon die het moet doen. Of ik ben niet de persoon die het langer wil doen. Maar het eerste wat ze dan zien, ah ja, het is zo dat het financieel niet draait. En oké, ja, het is niet mega winstgevend op dit moment, maar dit is echt niet de reden waarom ik stop, anders zou dat gewoon zijn.
Ik denk dat ik haar nog steeds zelf kon leiden zelf. Als ik hier gewoon een fulltime job uit kon halen. Ik heb nog even de splitlinsen aangevuld. En dan is het nog 3 minuten voor de winkelsluit. Om 7 uur heb ik een online afspraak met mijn coach om nog wat dingen af te werken. Hey, het is ongeveer 10:09, dus ik ga slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik je de volgende keer. Doedels!